Bij Suzuki nemen we het product heel serieus, zodat jij maximaal fun kan hebben. In deze video gaan we je uitleggen hoe het navigatiesysteem werkt, zodat jij met je Suzuki altijd veilig op de plaats van bestemming aankomt. Mijn naam is Dennis en dit is een Suzuki uitlegvideo. De S-Cross is voorzien van het nieuwste multimedia systeem. De werking en het instellen van het systeem is vergelijkbaar met de systemen in andere nieuwe Suzuki. Hoe werkt het navigatiesysteem in Suzuki? Op het scherm zien we aan de linkerkant het multimedia menu en aan de rechterkant het navigatiemenu. Als we het navigatiemenu ingaan, dan zien we daar allerlei iconen en daarmee kunnen we verschillende functies gebruiken, zoals bijvoorbeeld het adres ingeven, zoeken op coördinaten. We kunnen favorieten ingeven, maar we kunnen ook zoeken op POI's. Dat zijn bijvoorbeeld restaurants en tankstations. We kunnen ook het huisadres als favoriet opgeven. Als we willen navigeren, kunnen we het adres ingeven via het adresicoon. Als we die indrukken, wordt er gevraagd naar welke stad we willen. Ik tik daar nu als voorbeeld even Vianen in. Dan kunnen we de straat invoeren. Vanaf daar voeren we het huisnummer in. En dan geven we oké. En dan kunnen we aangeven dat we hier naartoe willen door de groene knop in te drukken. En de route wordt dan berekend. Dan kunnen we de navigatie starten, maar daarvoor kunnen we ook nog verschillende routeopties of andere routepunten ingeven. In dit geval druk ik op start navigatie en de snelste route naar de bestemming wordt berekend. En we kunnen rijden. Als de route is ingegeven en je wilt nog iets wijzigen, dan kan dat heel makkelijk via de knop menu. Vanaf daar kun je naar instellingen. En kun je nog zaken wijzigen, zoals bijvoorbeeld routeopties, als je een bepaalde weg wil vermijden. Navigeren kan ook met spraakbediening. Op het stuurwiel zit een knop. Als we die bedienen, dan gaat de spraakbediening aan en krijgen we de commando's die we kunnen geven op het scherm weergegeven. En hoeven we alleen maar te vertellen waar we naartoe willen. Zeg alstublieft een commando. Navigatie. Overschakelen naar navigatie. Zeg alstublieft een navigatiecommando. Adres invoeren. Zeg alstublieft de straat, het huisnummer en de stad. Lange Dreef 12, Vianen. Lange Dreef Vianen. Selecteer alstublieft als bestemming instellen of als routepunt instellen. Als bestemming instellen. Wordt ingesteld als bestemming. Wilt u beginnen met de routebegeleiding naar de bestemming? Ja. Routebegeleiding wordt gestart. Rechtsbovenin zien we de afstand tot de eerstvolgende afslag. Linksbovenin staat de afstand tot de eindbestemming en de verwachte aankomsttijd. En nu kunnen we rijden. Zo, nu weet je hoe je kunt navigeren met je Suzuki. Wat was jouw mooiste bestemming om met je Suzuki naartoe te gaan? Laat het ons weten in een reactie hieronder. En heb je nog een vraag? Laat het ons ook even weten. Als je dit een leuke video vond, druk even op like. En als je meer wilt weten over Suzuki, abonneer je op ons kanaal en je bent altijd op de hoogte. Bedankt voor het kijken, tot de volgende.